Hoi lieve tweelingen, welkom op mijn channel. Mijn naam is Chanel. Ik heb voor jullie de legging gedaan vanaf nu tot en met eind mei 2019. Het lijkt erop alsof je in een goede periode zit momenteel. Rustige periode waarin je lekker in je vel zit. Je hebt je meer overgegeven aan bepaalde dingen, situaties die veranderd moesten worden. Daar ben je nu klaar voor. Je bent klaar voor om een nieuwe weg in te slaan. Er is een einde gekomen aan een verwarring en je had misschien keuze uit meerdere dingen en je hebt nu een keuze gemaakt of die ga je nog maken. Want je weet al wel welke kant je op wil, alleen even, ja, het ligt eraan of je die stap al hebt gemaakt. Misschien heb je die al gemaakt en anders ga je die vrij snel zetten. Er is een einde aan een cyclus gekomen of die komt er nu aan. Dan kan je de dingen vanuit een breder perspectief zien. En dan kan je meer de wereld gaan ontdekken. Het voelt meer compleet. En alsof je, net zoals ik ook al zei bij deze kaart, je staat weer aan een nieuw begin. En het gaat allemaal nu de goede kant op. Misschien heb je een hele zware periode gehad. Of veel zware jaren. En ga je dat nu verwerken met deze kaart erbij? Want er komt een einde aan deze cyclus. Maar het kan ook zijn dat je nog te veel in oude overtuigingen blijft hangen. Dus dat je, ja, gewoon veel negatief denkt eigenlijk. Dat je het glas eerder half leeg dan half vol ziet. En dat je daar nu aan mag werken. Aan overtuigingen die jou niet langer dienen. En die jou belemmeren om echt gelukkig te zijn. Het heeft ook te maken met bereid zijn, ja, op zoek te gaan naar antwoorden en je in jezelf te keren en voor jezelf te kiezen. Dus ja, die zoektocht, zeg maar. En dat je ook bereid bent om dingen achter je te laten. Dingen die jou dus niet meer dienen. Of als je het gevoel hebt niet compleet te zijn, dat je op zoek gaat naar een antwoord. Of dingen gaat beëindigen of achterlaten die niet meer bij jou passen. Het heeft ook te maken met overgave. En ja, een beetje flexibel in het leven staan. Een beetje speels en wat luchtiger. Dus niet te zwaar op de hand. Heeft ook weer met deze kaart te maken. Dus stel dat je, ja, soms toch wat pessimistisch bent. Of al vrij gauw achterdochtig of sceptisch of... Ja, wat dan ook. Dan ga je nu leren om weer wat meer met deze kaart weer wat luchtiger in het leven te staan. En ja, of iets nieuws onder de knie te krijgen. Je laat je in elk geval minder leiden door oude overtuigingen of oude angsten. Die vroeger misschien wel best wel een stempel op je hebben gedrukt. En waar je door liet tegenhouden. Je probeert nu wat meer te vertrouwen. Dat zie ik ook hier. Het is een beetje een tegengestelde energie, maar... Deze kan staan voor heel erg behoefte hebben aan zekerheid en vastigheid en stabiliteit. Hij kan ook staan voor geblokkeerd zijn en, ja, te veel gefocust op het materialistische. Maar ik vind hem ook al vaak duiden op, ja, blijf bij jezelf en wees trouw aan jezelf. En ja, trek je niet zoveel aan van anderen. Blijf gewoon lekker zitten waar je zit, bewijs van. En ja, minder bezig zijn met de andere mensen. Alleen je moet opletten dat je niet erin doorslaat en te veel gaat blokkeren. En hier is ook een kaart van, ja, meer vertrouwen op de natuur. Dit is de keizerin. Het is een hele mooie kaart. Ik vind het ook wel een beetje, ja, een soort gelukskaart eigenlijk. Meer vertrouwen op het, ja, op de cyclus en het, de ritme van, het natuur, van de natuur. Dus dat de dingen wel op zijn plek gaan vallen. Het kan zijn dat je een keuze hebt gemaakt om dingen achter je te laten of je gaat dat nog doen. Soms kijk je nog wel wat achterdochtig terug en ben je bang dat het niet echt is of zo. Of ja, een beetje argwanend ben je soms nog. Je mag echt dat oude stukje loslaten en gewoon verder gaan met die ene staaf die je hebt gekozen, zeg maar. Alles wat je niet meer dient, dat mag je loslaten. En daardoor ga je steeds lekkerder in je vel zitten. Dat was het voor tweelingen. Mocht je een privélegging willen, dan kan je me benaderen. De informatie vind je onder het filmpje. En dan tot de volgende keer.